Als ik moet leven zoals jij, dan was ik nog liever dood. Serieus. Nou, dan moet je dus vooral zo doorgaan. Ik speel Victoria, de dochter van Astrid Holleder. Je leert Victoria kennen doordat ze bij haar moeder moet komen te wonen, omdat er iets heftigs is gebeurd in haar eigen privéleven. En dat gaat eerst goed en dat is ook gezellig. Maar al heel snel komen ze erachter dat het leven van een getuige natuurlijk met heel veel beveiliging te maken krijgt. Jouw dochter en kleinkinderen zijn ook onze zorg. En nu hebben we dus meerdere doelwitten op hetzelfde adres. Ja. Dat is een veel groter risico. En dat is voor Victoria en de kinderen uiteindelijk gewoon niet leefbaar. Voor mij is Victoria een hele sterke, zelfverzekerde vrouw die super ambitieus is en daarvoor ook echt tot het uiterste gaat. Super getalenteerd is in wat ze doet, maar daarin wel moet inleveren vanuit de liefde voor haar moeder. En dat staat bij haar, voor mijn gevoel, zo hoog dat ze dat ze eigenlijk in staat is tot een vorm van zelfopoffering bijna. En dat zijn twee dingen waar ze ontzettend mee worstelt, maar waarvan ik vind dat ze dat op een hele veerkrachtige, dappere manier doet. En dan ook nog eens met twee jonge kinderen. Powervrouw. Ik ben boos op mezelf. Dat ik hem niet neergeschoten heb toen ik de kans had. Maar dan had ik een moordenaar als moeder gehad. Beter dan geen moeder.